Open het programma Windtoets maken. Selecteer nu de te openen toets. Wanneer de toets geopend is, kies dan voor bestand, exporteren, naar ELO's, kies voor teletop en vervolgens als teletop toetsproject. Kies waar u het bestand wilt opslaan. Windtoets gaat nu de toets exporteren. Wacht tot dit klaar is. We gaan nu hetzelfde doen voor een flashtoets. Kies weer voor bestand, exporteren, naar ELO's. Kies weer voor teletop en kies nu voor de tweede optie als flashscorm. Kies weer een locatie waar u de toets wilt opslaan. Windtoets begint nu met exporteren. Dit kan een poosje duren. We gaan nu importeren in Teletop. Kies binnen uw vaksite voor het onderdeel leermiddelen. Kies vervolgens voor importeren. U vindt daar de optie Content Package. Blader nu naar het gewenste zipbestand. Kies nu voor de optie importeren. Je krijgt nu de keuze om een opdrachtregel en een studiewijzeregel toe te voegen. Klik vervolgens op voltooien naar je keuze. Je vindt je les nu terug in de map leermiddelen. Een teletoptoets ziet er als volgt uit. Een flashtoets heeft als voordeel dat hij alle opties van Windtoets over kan nemen. We gaan nu de teletoptoets importeren. Kies voor de optie Toets. Kies vervolgens voor Nieuw.
Geef een naam aan het onderwerp. Je kunt nog een beschrijving toevoegen. Belangrijk is de knop Import vanuit Windtoets. Deze gaan we nu gebruiken. Kies voor Bladeren. Selecteer het teletop toets zipbestand. Je kunt hier nog de toegang instellen, alleen zichtbaar voor docenten, de workflow. En nog de overige instellingen. Kies nu voor opslaan. Hij zal aangeven dat het automatisch op punten is ingesteld voor Windtoets. Je toets is nu geïmporteerd en ziet er voor jou als docent zo uit. Veel succes verder met het maken van Windtoetsen in Teletop.